Piet Fransen die zal nu overgaan tot onthuldiging. Piet. Nou, zeg maar eventjes wat ik ga doen. Piet Fransen, oudspeler van GVV en FC Groningen en clubicoon van de FC, gaat een beeld onthullen van een andere clubicoon, Tony van Leeuwen. Het beeld van de legendarische oudkeeper, die in 1971 op tragische wijze kwam te overlijden, is een cadeau van de supportersvereniging van FC Groningen aan de club. Jongens, dit is een fantastisch beeld. Het was niet alleen een groot keeper. Het was een fantastisch mens. Hij stond volledig voor de FC Groningen en hij is ook Groninger geworden. En ik hoop dan dat ik hier na deze tijd naast je kom staan. Het onthullen van de beeldjaar was echt emotioneel. En ik toevernam ik een grote vriend als ik verloren had. Ja. Terwijl het alweer zo lang geleden is. Zo lang geleden, maar hij is nooit uit mijn gedachten geweest. Nooit. Nee. Dus echt Tony? Zoals we hem hier zien? Ja, vind ik wel. Ik vind hem een fantastisch mooi beeld. Het is hem helemaal zelf. Ja. Zelfs met de kwikschoenen? Ja, kwikschoenen. Ja, dat was helemaal vroeger was dat een probleem. Ja. Ik speelde op Adidas. En hij werd toen vertegenwoordiger van Kwik. Nou, en dan zat hij altijd zeuren, maar jij moet ook op die Kwik. En als je het niet doet, moet je achteraan gaan staan op de foto. Ik zeg maar, bied eens wat, jongen. Want ik heb het hartstikke goed naar de zin bij Adidas. Het is er nooit van gekomen trouwens, toch? Ik heb altijd Adidas gehouden. Het beeld is gemaakt door Jaap Pasman en Lia Krol. Dankzij veel fotomateriaal van Leeuwen maakten ze een beeld waarin zelfs de kleinste details zichtbaar zijn. Het is een echt sportbeeld geworden. Je kan zien dat hij de bal vangt en dat eigenlijk het hele lichaam daarin meegaat. En dat de klei van de bal afspet en dat hij daardoor zijn gezicht eigenlijk wegdraait en eigenlijk al weet dat hij de bal heeft, maar dan die klei nog in zijn gezicht krijgt en dat probeert af te wenden. Zo hebben wij dat eigenlijk bedoeld om dat in het beeld te leggen. De naam Tony van Leeuwen maakt veel herinneringen los bij de mensen die hem hebben gekend en in actie hebben gezien. Zo is er het verhaal van de sinaasappels. Nou, dat vroeger was het heel normaal als hij in de kooging staan aan de Zamelersweg. Dan stond een aantal van die groenteboeren van vroeger, stonden erachter. En die hoorden hem dan helemaal dood met die sinaasappels. Dat was een hele strijd om die sinaasappels allemaal eerst weer op te pakken. Maar daar had je zo'n vrouwje, die deed daar heel veel. En die ging ook over het hek heen. En dan zag ik Tony zo, het vrouwje onder bij het kruis pakken. Zo naar over de kant. Mensen vonden het traditie veilig. Ja, die vonden het prachtig. Ja, ja. En die was ook helemaal lyrisch van die Van Leeuwen.